Op 2 oktober opende burgemeester Triemstra van Bellingwedde, tevens de voorzitter van algemeen bestuur van de muziekschool Oost-Groningen, de nieuwe tijdelijke muziekschool. Lucas Aalders en Francisca van der Poel waren hierbij. Het licht gaat letterlijk uit in muziekschool Oost-Groningen. Dit gebouw wordt binnenkort gesloopt. De muziek, dans en theaterlessen gaan uiteraard door. Maar vanaf nu aan de Jachtlaan en in de loods naast de tramwerkplaats in Winschoten. Als het nieuwe cultuurhuis in Winschoten over een aantal jaren klaar is, wordt de muziekschool daar ondergebracht. Een hele feestelijke dag. Alles is net op tijd klaar voor het nieuwe seizoen begint. Bijna. Het is nog niet helemaal klaar hier en het nieuwe seizoen is al begonnen eigenlijk. Maar wat natuurlijk wel heel feestelijk is, is dat we hier mensen kunnen ontvangen en die heel feestelijk kunnen ontvangen en met trots kunnen zeggen van we hebben een hele prachtige locatie en we hebben de boel bijna voor elkaar en kijkt u vooral goed. Waarom hebben jullie gekozen voor deze locatie? Nou, er valt eigenlijk heel weinig te kiezen. Als je de theaterschool meerekent, komen we op zo'n 800 tot 1000 leerlingen. In samenwerking met de gemeente hebben we fors gezocht, ook met mijn voorganger nog. Dat is inmiddels al wel weer 2-3 jaar geleden. En uiteindelijk kwamen we hier bij deze beide scholen terecht, Vossenburg en de Kleine Dollard. Daar bleken waarschijnlijk op termijn lokalen bij elkaar leeg komen te staan. En de beide scholen waren zo enthousiast over het plan om de muziekschool hier te huisvesten, dat we hier goed naar gekeken hebben en gezegd hebben van prima, hier kan het grootste gedeelte van de lessen plaatsvinden met uitzonderingen van een paar en daar moeten we dan elders naar gaan zoeken. En wat zijn die uitzonderingen? Die uitzonderingen zijn de danslessen en de balletlessen, want daar moet een hele grote vloer voor komen, heel specifiek ingericht. Daar hebben we in eerste instantie wel over gedacht om dat hier in de gymzaal te doen. Maar goed, een gymzaal voor een school is ook altijd bezet. Uiteindelijk was dat nog een probleem om dat te vinden, maar gelukkig met de komst van de tramwerkplaats en ook mede door de bouw van de tweede loods van de tramwerkplaats is daar nu een gymzaal, een balletzaal gecreëerd en toevalligerwijs wordt die vandaag opgeleverd. Dus ook dat is klaar. Ik ben hier in april komen werken. En mocht gelijk bezig met de oude school opruimen. En ik moet zeggen, het heeft me verbaasd wat er allemaal lag. Ook aan oude documenten. Was eigenlijk soms ook heel interessant. Bleef ik daar even in hangen en zo. Ik hoorde dat er een heleboel leerlingen zijn bij de muziekschool Oost-Groningen. Is er nog wel plaats voor nieuwe leerlingen? Ja, zeker weten. We hebben een aantal hele leuke cursussen en die gaan we bijvoorbeeld in januari beginnen we die ook weer. Spelen met muziek. Er kunnen nog AMV-klassen opgestart worden. En er is bijvoorbeeld ook nog ruimte bij keyboard, basgitaar. Nou, gitaar is bijvoorbeeld een heel populair instrument, daar hebben we nu een heel klein wachtlijstje van. Piano ook. Maar viool loopt dit jaar ook heel goed. Dus, er zijn ook nog instrumenten waar echt nog wel iemand bij kan. En het is gewoon een kwestie van even bellen met de muziekschool. Kijk eerst of je het leuk vindt. We hebben ook natuurlijk gewoon leuke vervolglessen op de gewone lessen. Hè? Dus wij willen heel graag dat leerlingen in ensembles gaan spelen. Bandjes, dus een blokfluitensemble of een klarinetensemble of het schoolorkest hebben we. Daar is ook voldoende plek. Wat kunnen we nog dit jaar verwachten van alle leerlingen van de muziekschool? Nou, we hebben dit jaar van alle individuele instrumenten een voorspelavond. Dan spelen leerlingen voor hun ouders, voor familie enzovoort. We hebben ook een zestal speciale programma's dit jaar. En die gaan we in het vlakvloertheater van de tramwerkplaats houden. Dat betreft een Sinterklaasavond en een bandjesavond en een voorspelavond voor ouderen bijvoorbeeld. Jongens en meisjes,
en ouders van harte gefeliciteerd bij deze nieuwe locatie voor de muziekschool. Ontzettend veel plezier de komende 3 jaar hier op deze locatie. We gaan nu vieren dat de muziekschool hier staat. De nieuwe opening van het tijdelijke centrum. En we gaan het doen via het aftelsysteem.